Goed, heren, dank u wel voor jullie inspirerende presentatie, Frans, Vivian. Kijk, wat me allebei opvalt is dat zowel Picnic als Tony Chocolonely die opereren vanuit een missie. Ik ben wel benieuwd naar misschien Frans jullie willen slaafvrije chocola realiseren. Hoe start je nou met nieuwe mensen om die missie, die heel lovenswaardig is, om die handen en voeten te geven? Als je nieuwe mensen krijgt, hoe maak je dat operationeel voor nieuwe mensen? Je bedoelt mensen in ons eigen team? Ja. We hebben we besteden ongelooflijk veel tijd aan, een vreselijk woord, aan de onboarding van nieuwe mensen. Wij noemen dat de typisch Tony's tijd. En dat betekent dat je in de eerste 2,5 week dat je bij Tony's werkt, door, ik denk, een kleine 20-tal presentaties heen gaat. Die van de missie natuurlijk, maar ook tot de financiële administratie. En van sales in Amerika tot en met supply chain planning op Homebase, dat we Homebase noemen, nemen. En op die manier, zeker in die eerste periode, wanneer je nog tijd hebt om, en niet je hele agenda al volgeprakt staat met afspraken, om op die manier mensen al echt onder te dompelen in hoe praten wij? Hoe praten we over de missie? Welke aspecten spelen in alle verschillende disciplines een rol die bijdragen aan die missie? Zodat mensen eigenlijk in één klap, één, een netwerk hebben opgebouwd, want al die mensen leren ze kennen, en twee, ook weten wat iedereen doet en hoe die afdelingen bijdragen, zodat je daarna alvast weet waar je moet zijn. En dat werkt, dat werkt ontzettend goed. Ik kan me wel voorstellen dat de afgelopen 2 jaar met corona, met die pandemie, dat het al moeizamer was. Mensen konden niet naar het bedrijf. Nee, nee, dat klopt. Dus digitaal kan je een heel eind komen. Wat ik wel heb gemerkt is dat we zijn een bedrijf met heel veel jonge mensen. Dat is denk ik bij jullie niet anders. En iedereen heeft zo zijn eigen verhaal. Maar die pandemie heeft er echt wel ingehakt. En niet van vandaag op morgen, maar door die 2 jaar heen is er echt wel veel los zand ontstaan. En ja, dat is denk ik echt iets waar we ons als Tony's, maar misschien wel als maatschappij, echt wel rekenschap van moeten geven. Dat we daar weer een nieuwe manier van moeten vinden hoe mensen zich fysiek weer met elkaar kunnen verbinden en contact maken in 3D situaties. Omdat je toch langzaam maar zeker wat van elkaar vervreemdt. En zeker bij zo'n snel groeiend bedrijf als dat van ons is dat dus heel ingewikkeld. Omdat, om die cultuurwaarde dan erin te blijven houden en de soms grappig overkomen, maar best serieuze ondertoon hebbende rituelen die we hebben, om die niet meer te hebben. En dat, daar moeten we denk ik nu weer een nieuwe manier van zien te vinden. Maar ik denk dat we niet moeten onderschatten wat de impact is geweest van 2 jaar. Vanuit huiswerk, want dat is bij ons het geval. Wiebe-Jan, jullie zijn ook hard gegroeid. Je zegt net zelf ook van corona heeft jullie de wind meegegeven met bestellen vanuit huis. Ja. Dat is de positieve kant. Ja. Maar hoe manage je dan, en zeker als jij nieuwe mensen aan boord moet krijgen, hoe manage je dan die groei aan jullie kant? Nou, dat is best uitdagend geweest de afgelopen tijd. Ook teleurstellingen naar klanten toe. Hè, omdat je opeens ziet dat de winkel gesloten is. Hè. En je moet je voorstellen dat je naar de supermarkt gaat en de deur is opeens dicht. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Maar wij zijn eigenlijk altijd gegroeid met een wachtlijst. Dat was ook niet vanuit luxe. Maar juist om te voorkomen dat je niet de kwaliteit kan leveren die je eigenlijk wilt leveren. Dus in die zin heeft het ons veel gebracht in de zin van hele sterke groei. Maar je moet wel zorgen dat je genoeg capaciteit hebt in de zin van mensen. Als je kijkt naar de verschillende groepen binnen ons bedrijf, zeg maar, als je dat zo oneerbiedig mag zeggen. De runners, dus de bezorgers, de shoppers, de boodschappeninpakkers en mensen die op kantoor zitten. Kijk, voor runners en shoppers was het zo dat de horeca dicht was en dat wij natuurlijk enorme werkgelegenheid konden bieden. En mensen op kantoor, ja, die moesten allemaal thuiswerken. Dus daar geldt eigenlijk hetzelfde verhaal wat Frans zei. Dat die afstand groter was, dat je eigenlijk alleen maar virtuele meetings hebt.
Heeft ook voordelen, moet ik wel zeggen. Want tegenwoordig, alle meetings, die hangen wel in Zoom. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit waar je bent. Maar super belangrijk dat je er wel met elkaar bent op het moment dat het er toe doet. Ja. Je zei net zelf in jouw presentatie dat jullie hebben echt wel een methode gevonden hoe je omgaat met fouten. Ja. Je gaat niet achterhalen van wie de fouten maakt, maar je maakt ze bespreekbaar. Maar ik kan me ook voorstellen, als je nieuwe mensen aan boord haalt, dat dat dan niet allemaal vanzelfsprekend is. Zeker niet als ze al ergens anders hebben gewerkt. Nee, vooral dat. Vooral dat. Dat is heel grappig. We hebben gezien dat, zeg maar, tot 6-7 jaar werkervaring, dat je die slag nog wel kan maken en daarna dat super moeilijk is. In het begin, toen ik voor Picnic kwam werken, ergens toen we net begonnen, had ik er ook enorm veel moeite mee. Maar ja, goed, dat gaat vrij snel uiteindelijk als de focus ligt op wat leren we ervan. Ja. Frans, Wiebjan had het ook over lokale productie. Ik begreep ook dat eerst werden dan die cacaobonen werden naar Frankrijk vervoerd. En dat jullie nodig zitten te kijken, of misschien doen jullie het al, om in de Ivoorkust of in Ghana te produceren. Ja, ja, dus het cacao-element, dat kan natuurlijk niet lokaal. Dat groeit alleen maar op de Evenaar. En we hebben een traceerbare cacao-boterketen opgezet. Die was er in eerste instantie nog niet. Maar de boter, de cacao-boter, want een element is van chocola, komt van dezelfde boon met dezelfde problemen. Dus dat was een van de dingen waar we heel snel verandering in wilden brengen. En idealiter de boter ook in Ghana of in Ivoorkust maken, want dat kan wel. Chocola maken daar is een heel stuk ingewikkelder. Het is enerzijds moeilijker, zit meer ambacht aan. En twee, het is daar heel erg warm. En dat zou betekenen dat je alles moet koelen. En nou, daar kom je in je duurzaamheidsambities niet uit. Maar boter kan wel. En we hebben dat gelukkig vrij snel kunnen regelen. Waarbij voor ons de traceerbaarheid weer een belangrijk aspect was. En wat ik daar heel mooi aan vond, is dat we op een gegeven moment, je kan heel moeilijk doen over traceerbaarheid. We hebben in de grootste chocoladefabriek in Wiese staat een aparte tank. Dus daar moest in geïnvesteerd worden met piping en everything. Dus dat is best een investering. In Abidjan, in de fabriek van Barry Callebaut, kwamen we tot de conclusie, wat je ook kan doen, is gewoon op maandag om 9:00 stoppen met alle andere productie. Dan de hele week die plant gebruiken voor onze productie. En daarna weer verder gaan met alle andere cacaobonen, dan heb je het ook. Ja. En soms kan het zo simpel zijn. Inmiddels zijn we zo groot dat je daar weer wat moet in aanpassen. Maar daardoor konden we ineens best snel die stap zetten. En dat leverde dus economische activiteiten op die we in Abidjan in Ivoorkust konden organiseren. Het maakte mijn keten flexibeler. Het was goedkoper, want produceren in Ivoorkust is goedkoper dan produceren in Afrika. En het had ook een CO2-component. Goedkoper dan in Frankrijk bedoel je? In Frankrijk. En het had een CO2-reductie-component, want we verscheepten geen bonen meer, maar een half fabricaat van boter. Dus aan alle kanten klopte deze case. Daar word ik dan wel blij van. Als dat dan, jij bent recentelijk ook naar Ivoorkust en Ghana geweest. Zeker. En dat gaat verder dan alleen maar een soort Willem-Alexander-achtige tour van ik heb wat gezien. Want ik heb ook foto's gezien en we hebben erover geschreven dat je echt daadwerkelijk meedraait in de planning van de supply chain lokaal. Ja, nee, wij zijn er. Ik ben de afgelopen jaren, behalve dan in anderhalf jaar COVID, twee keer per jaar geweest. En we komen er met ons team ook vaak. En dat is echt wel anders dan grote andere chocolademerken die dat toch vaak, eigenlijk wat ik net vertelde, hebben uitbesteed in de keten naar een lokaal team met lokale mensen. En dat maakt echt wel een groot verschil. Wij vertellen het verhaal van de chocola van onze consumenten en klanten in Amerika, in Duitsland. En dat kunnen lokale mensen natuurlijk nooit. En twee, het zijn werkbezoeken. Ik ben gewoon mijn suppliers aan het bezoeken. En dan hebben we daar eerlijke gesprekken. Niet alleen maar met de handen op de rug kijken hoe ze het allemaal doen. Maar ik kom met een orderboek. Zij komen met een supplyplan. Zij willen meer doen. Ik moet dat afstemmen. Zij willen meer geld. Ik wil scherp inkopen. En de premie die voor de boeren is, die staat altijd buiten kijf. Ja, dan krijg je echt geweldige werkbezoeken. Die gewoon heel erg lijken op hoe je dat in andere Europese landen ook zou hebben. Maar dan wel in West-Afrika. En
ik ben zelf, ik hou van reizen. Maar dan is dat op die manier zo'n land beleven. En dat, nou, omdat Tonies een jong bedrijf is, kan je dat zelf organiseren. Dus ik zit niet in zakenhotels, maar in hotels die ik, ja, als ik zelf op pad zou gaan, ook zou uitzoeken. En wat meer lokaler en wat ook wat bescheidener in heel veel gevallen. En dat geeft een naast het feit dat je dat het klopt in de missie die je doet, ja, natuurlijk ook een geweldige werk- en levenservaring. Dus ik kan dat iedereen aanraden. Ik vond het ook mooi dat jullie daar iets over konden publiceren. Dat zijn altijd geweldige trips. Ja. We hebben het over sustainability. Jullie beiden hebben dat in de presentatie aangehaald als een cruciaal onderdeel van de missie van jullie business. Heel vaak wordt er gezegd dat sustainability kost geld of dat vergt investeringen. Soms is het duurder. In de supply chain weten we ook, elke bespaarde kilometer is gewoon weer beter voor het milieu. En dat doe je al goed in sustainability. Wat mij eigenlijk opvalt, en dat hebben jullie zelf ook al beide aangehaald. Eigenlijk om het te bevorderen van sustainability is een kwestie van commitment. Ja, commitment kost eigenlijk helemaal niks. Dus in dat opzicht vind ik dat wel mooi. Tuurlijk, je kan zeggen van ja, kosten kunnen dalen en stijgen, prijzen kunnen omhoog. Maar commitment aan zich kost niks. Hoe maak je duidelijk, toch Frans, van dat je met commitment een hele hoop kan bereiken? En hoe vertaal je dat nou concreet? Nou, dus een van de dingen die ik best wel schokkend vond toen ik afspraken, jaarafspraken. Wij maken ook gewoon jaarafspraken met onze suppliers, dus ook met de co-ops. Dan gaan we daarheen en dan vertellen we hoeveel we gaan kopen en wat we daarvoor terug willen. En toen kwam ik er dus achter dat wij eigenlijk de enige waren die dat deden. Dat is eigenlijk door de bank genomen, alle kopers van cacao, van die coöperaties, dat daar nou sowieso niet op schrift, maar eigenlijk ook niet vooraf vertelde wat ze gingen kopen. En dat de koop er dan maar vanuit ging dat ze in principe hetzelfde gingen kopen als vorig jaar. Maar er zijn ook voorbeelden waarbij er dan een policywijziging plaatsvond. Bijvoorbeeld, wat veel is gebeurd in de afgelopen jaren, dat een chocolademerk bijvoorbeeld Oets gecertificeerd was of Fair Trade. En toen een eigen sustainability programma heeft ontwikkeld, waarbij je vaak minder hoeft te betalen. Dat klinkt nu wat cynisch, maar dat is het vaak wel. En dat dan implementeren. En dan van de een op de andere jaar halveert gewoon de waarde die zo'n koop krijgt voor zijn bonen. Ja, dat kan eigenlijk, dat kan gewoon helemaal niet. En door zo'n een 5-year MOU te tekenen, laten we duidelijk zien, oké, we zijn hier voor de aankomende 5 jaar. We gaan ieder jaar daar een jaarplan onder hangen. Want zoals ik vertelde, we moeten eerst even kijken hoeveel chocola we denken te verkopen voordat ik je precies kan vertellen hoeveel bonen. En we gaan een premie betalen. En die premie die hangt weer af van hoeveel je al krijgt van de overheid en van de boeren. En daar toepen wij dan het gat bij. En die 5 onderdelen maken samen dan het convenant waarmee we een langdurige relatie aangaan. En die dus voor een co-op de zekerheid biedt om te gaan investeren. Om niet meer heel korte termijn te kijken, maar misschien wel die oude bomen te kappen en daar nieuwe bomen neer te zetten. Terwijl als je niet zeker weet of iemand terugkomt, dan denk je, nou ja, als er nog 3 pots van afkomen, laat maar doen. Ja. Dus dat lange termijn heeft voor het doel om de industrie te veranderen meer waarde dan die korte termijn hoge prijs. Ik denk dat het andere element wat ik graag aan toe wil voegen, is eigenlijk zeg maar je eigen drive. Twee voorbeelden daarbij, die elektrische autootjes. Op een gegeven moment toch accepteren dat er zo'n rare cabine op zit als je begint. Yeah. En dan ook nog zien dat het eigenlijk wel fantastisch is. En nu denken we er niet meer over om hem weg te halen. Batterijen, accepteren dat je ze dan af en toe toch gewoon moet vervangen omdat je niet de juiste hebt gekocht. Als je het hebt over plastic zakken, weet je, tot de conclusie komen. Dat wat je denkt dat het meest duurzame is, papier, feitelijk niet het meest duurzame blijkt te zijn. Nou, dan moet je dus door met een oplossing en dan moet je even schakelen. Maar uiteindelijk ga je naar die leverancier toe en help je hem met het investeren in een machine om weer van oude plastic zakken
Van die granulaten maken, zodat dat weer in de nieuwe kan komen. En over urban farming vind ik ook wel fascinerend, want je moet toch ook ergens een beetje commitment afgeven. Zeker. Om te kijken van of het wel waard is om dit te gaan doen lokaal. Ja, maar ja, waarom zou het niet zijn? Kan je dan afvragen. Nee. En je kan ook gewoon met elkaar zeggen, nou, laten we het gewoon proberen. En dat is. En dat zit wel echt in het DNA van Picnic. Ja. En dat past dan ook bij de drive van duurzaamheid. We hebben, denk ik, een heel mooi voorbeeld. We hebben heel af en toe een meeting met dan een aantal mensen. En in dit geval was denk ik een mannetje of 150... Die met name sturend is in het bedrijf. En daar werden een heel aantal mensen ook aangesproken op het feit dat we nog meer met duurzaamheid moesten doen. Vanuit die hele groep. En dat was echt wel even een momentje. Dus dat we denken dat we dat doen, maar dat we toch heel veel kritiek kregen vanuit onze eigen organisatie om nog zichtbaarder mee om te gaan. En dan zie je dus ook, en dat vond ik zelf het meest grappige daarvan, is dat mensen ook bij je komen werken omdat je dat uitstraalt en omdat je dat ambieert. Ik vind het wel mooi, ja, jullie zijn eigenlijk een online supermarkt die een eigen assortiment beschikbaar stelt. Ja. Daar kan je zelf ook in sturen. Je zegt ook zelf, dat heb ik ook al in een call met jou al eerder gehoord, je stelt de consument niet bloot aan verleidingen. Dus de consument... In ieder geval minder, ja. Minder, ja. Tony Socoloni, Frans zit hier tegenover. Hoe kijk je nou aan tegen meer duurzame merken in je portfolio? Wordt er naar gevraagd? Of hoe check je eigenlijk dat jullie klanten die een abonnement hebben of die in je regio, in je bezorgingsregio vallen, hoe weet je eigenlijk wat ze willen? Nou ja, goed, dat is natuurlijk ervaring door wat je ziet gebeuren. Maar je ziet ook wel dat als je nieuwe producten aanbiedt, loopt dat product wel of niet. Dan moet je natuurlijk even goed kijken of die supply chain erachter goed is ingericht. Maar je ziet eigenlijk vrij snel waar dingen wel lopen en waar dingen niet lopen. En je ziet ook heel snel waar welke behoefte ligt. Wij vragen aan alle klanten, als je iets mist, vertel het ons. En dan kunnen we het overwegen om toe te voegen. En dan testen we het ook. Laten we ook mensen nemen producten op. Laten we weten dat we het product hebben opgenomen. En dan kijken we, zeg maar, of dat gaat lopen. En we kunnen het ook heel lokaal testen. Dat maakt het natuurlijk fantastisch mooi. Ja, ik wil nog heel even terugkomen op wat Wiebian zei over die... Het feit dat je dus... Ik denk dat jullie hebben ook een heel duidelijk doel. Een visie wat je wil doen. En dan... is zo'n commitment, want daar zat ik toch nog even over na te denken... waarom dat zo belangrijk is, dan is zo'n commitment dus toch makkelijker. Als je heilig gelooft in dat doel en in die strategie... want het was natuurlijk best wel bold. Het was al best wel een blauwe netwerk wat er al lag. Ja. En als je daar dan zo in gelooft en dat dan doet... dan maakt het soms toch ook wat... en natuurlijk stoot je wel eens je hoofd... maar je krijgt ook daar wel wat voor terug... En ik moest ook denken aan de eigenaar waar ik heel lang voor heb gewerkt. Die verzon soms ook dingen waarvan ik dacht, oké, dat had ook anders gekund. Maar hij zei al vaak, laten we eerst het probleem maar eens veroorzaken. En dan gaan we daarna wel de oplossing zoeken. En dat is soms heel irritant, maar dat is soms ook wel heel leuk. Want dan kan er dus ineens wel wat. En als het dan fout gaat, nou, dan kan je dus zeggen, nou ja, we hebben heel veel manieren gevonden. En die werkten allemaal niet. Ja. En uiteindelijk lukt het. En dat maakt het werk natuurlijk heel leuk. Maar als het dan lukt, heb je ook wel, dan zit je ook wel meteen goed. Ja, en dat is volgens mij wat er bij jullie nu ook gebeurt. Even terug naar Wiebian. Kijk, Tony Socoloni, marktleider in Nederland op het gebied van chocoladerepen. Zonder advertenties dat bereikt. Vaak wordt er gezegd van consumenten willen niet meer betalen voor duurzame producten. Nou ja, Tony Socoloni heeft anders bewezen. Kan je daar als online supermarkt daar ook nog een rol in spelen? Of hoe zie je dat zelf? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ben niet zo... Ik probeer een beetje die supply chain op te tuigen. Ja. Dus ik zie wel dingen om me heen gebeuren. Maar ik vind het heel lastig om daar echt een spot on antwoord op te geven. Ja. Ik zie wel dat we heel veel partneren, want dat zit ook in ons DNA. Maar hoe die keuzes voor producten in dat traject worden gemaakt, daar ben ik eigenlijk niet bij betrokken. Nee. Snap ik.
Aan de andere kant zei je al zelf, ook in het voorgesprek wat ik jou had, zie je door de oorlog in Oekraïne, zie je dat ook al eens effect hebben, ook in de bestelpatronen. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Wat zie je, wat voor impact de oorlog in Oekraïne heeft? Op... Ja, je ziet natuurlijk dat er bepaalde producten niet meer geleverd kunnen worden. Dat is natuurlijk echt heel vervelend. Maar ik denk vervelender voor daar dan voor hier, als ik heel eerlijk ben. Maar dat praat ik persoonlijk. En je ziet eigenlijk dat toch een beetje... enorme druk op alle kostprijzen overal ontstaat. En als je kijkt naar koopgedrag, zie je wel een heel duidelijk veranderende trend naar meer huismerkproducten. Hm. En meer fancy label. Ja. Waarbij natuurlijk de vraag naar aanmerken heel groot blijft. Maar je ziet wel wat switchgedrag, ja. Wat ik al eerder aan het begin van mijn presentatie die slides gaf van... we hebben lockdown gezien, we hebben groei in e-commerce gezien. We zien dan schaarste komen, we zien dan grondstofprijzen, benzineprijzen omhoog gaan. Je ziet dat inflatie omhoog gaat. Je ziet dat Duitsland in een recessie raakt, omdat het gewoon een heel erg industrieel productieland is met automotive. Dat hakt er behoorlijk in. Maar je ziet ook als gevolg dat misschien wel de groei stagneert. En misschien dat we dan ook een decline krijgen de komende tijd. En dat zal wel moeten uitwijzen hoe de oorlog zit ontwikkeld daar in Oekraïne. Maar je ziet dat het wel allemaal zich ontwikkelt. Een ander aspect wat in beide verhalen bij jullie naar voren komt is... Ja, natuurlijk, je hebt de goederenstroom, fysiek. Je hebt de financiële stroom, daar heb je heel veel over verteld, Frans, over hoe je zorgt dat de boeren een eerlijke prijs krijgen. Maar het belangrijkste is toch die informatiestroom, dat je daar veel meer mee moet doen. Dus dat in de supply chain is de informatiestroom is toch cruciaal. Ik vind het mooi dat Frans, dat jullie met de Nederlandse partij Chainpoint ook die bean tracker hebben ontwikkeld. Ja. Ik was eigenlijk benieuwd, volgens mij hebben jullie ook in het verleden ook wel geprobeerd om met blockchain iets te gaan doen. Misschien kun je daar iets over vertellen van waarom ging je daar toch naar kijken en hoe heeft dat uitgepakt? Ja, blockchain klinkt nu bijna toch wel een beetje als een blast from the past, moet ik eerlijk zeggen. Maar er is een tijd geweest waarin dat echt overal was. En met name dus op het traceerbaar en inzichtelijk maken van waardeketens. Men dacht dat daar de echte toekomst en de toepassing van die blockchain lag naast natuurlijk Bitcoin, hè, of de cryptocurrencies. Wij hebben daar toen een pilot gedaan en dat werd ons aangereikt. Dus dat was een goede manier om dat te doen. En we hadden natuurlijk een heel mooi vergelijkingsmateriaal. Want we hadden gewoon een database in de cloud met een aantal portals waar onze boeren coöperaties daar de gegevens op zetten. Dus we hadden best wel goed vergelijkingsmateriaal. En wat je eigenlijk zag gebeuren was dat... de blockchain in die fase in ieder geval nog iets te vroeg in zijn lifecycle zat. Dus er ging heel veel mis en er waren glitches en technische zaken die niet klopten en data die kwijtraakten. Vervolgens was dat best wel duur om die dan weer terug te vinden, want ja, nieuwe technologie, dus niemand kon dat precies vinden. Het is een tool die heel goed is om veel anonieme transacties met een hoge waarde aan elkaar te koppelen, hè, cryptocurrencies. Maar wij hebben juist bekende. We proberen juist directe relaties te bouwen met bekende mensen. Zodat je ook wat meer kan samenwerken. Dus ook daar leek de toepassing niet direct het allerbeste. En ja, het meest belangrijke is dat het grootste issue in al deze dingen... Ik ben ook benieuwd hoe jij dat ziet, Vivian. Is dat hoe krijg je de data in de cloud? Hoe zorg je dat je de fysieke data van wat er gebeurt in je warehouse... dat in... je hebt geen RFID-tags op een cacaozak in de bush in Dalua. Ja. Dus dat moet toch met de hand. En daar heeft de blockchain ook geen oplossing op. Dus het was een super interessant. Je ziet natuurlijk wel dat met onze partnership en softwareleverancier... er steeds meer elementen van blockchain zijn weg vinden in de bean tracker. Maar voor de pilot hebben we toen gezegd, we doen het niet. En dat was toen best wel een shock. We kregen toen heel veel PR... Omdat mensen zeiden, hoe kan het nou dat het niet werkt, zeg maar. Of dat je er niet mee verder gaat. Dus ik geloof er zeker in. Alleen meer als elementen en blokjes in wat er al bestaat. Ja, ik zie bijvoorbeeld bij William Grant & Son, een whiskyleverancier. Die verkoopt whiskyflessen vanaf $15.000 per stuk. Ja. Met een tag eraan. En dan kan je precies zeggen, in wiens handen is die fles? Zeker. Is hij al op het vliegveld en is hij al in Dubai geland? Ja. En is de transactie al gemaakt? Ja, case is een diamanten. Van de diamanten, dat je de provenance, schitterend woord. Hè, maar dat je dus inderdaad
Zo'n diamant kan meer dan 100 jaar oud zijn. Dat je weet waar dat allemaal geweest is en dat de certificaten echt zijn. Dat zie ik helemaal gebeuren. Voor een supply chain zoals wij die runnen, was het voor nu overqualified. Ja, nou, maar goed, jullie hebben geprobeerd. Het werd je aangereikt. Je hebt ervan geleerd. Ja. Wibian, ik vond het ook wel mooi. Toen jij kwam, volgens mij was er al een WMS. Maar gaandeweg hebben jullie ook besloten van de responstijden van zo'n standaard WMS waren niet goed genoeg. Nee. Dus in de cloud, dan moest je haast wachten op de order picks. Dus dan zijn jullie zelf aan de slag gegaan. Ja. Ja, was een van de eisen was dat we alles in de cloud wilden doen. Dus dat gebeurt ook. En er was er één softwarepakket, wat ons aansprak. Ja. Er was geloof ik ook maar één softwarepakket. Ik heb toen die selectie niet gedaan, overigens. En daar hebben we eigenlijk zoveel aan verbouwd en zoveel van geleerd. En op een gegeven moment hadden we zoveel problemen, hebben we de code naar ons toegehaald. Zijn we het zelf gaan fixen en hebben we die code weer teruggegeven. En dat was toch wel het moment dat we ook dachten van laten we het nu maar zelf gaan ontwikkelen. Dus eigenlijk ook daar denk ik het grootste doe-het-zelf bedrijf van Nederland. Waarbij we eigenlijk ook heel eerlijk gezegd meer ook een soort databedrijf zijn wat toevallig in levensmiddelen terecht is gekomen. En of je het dan hebt over het tracken van hoe mensen scrollen op de app, of het aantal seconden dat je doet over een pick en tussen twee picks, en hoe je producten in een warehouse legt zodat je het optimaliseert, of dat je multi-picks doet zodat je de kratjes zo organiseert op je pickcar dat je de meest efficiënte routing doet in die gangpaden. Of de runner die met AI meldt waar die staat. En de volgende keer, als hij weer bij datzelfde adres gaat, en dat drie keer heeft gedaan, dan weten we dat hij wel ongeveer daar kan parkeren. En dan de tijd tot de voordeur en weer terug. En daar kun je natuurlijk allemaal secondes van afsnoepen. Ja, als je dan met een softwarepakket werkt wat in minuten denkt. Dan lukt dat niet. Hè? Een vraag, je hebt het over runners en shoppers. Ja. Waarom zijn de mensen op het kantoor, waarom hebben die geen leuke naam? Nou, die moeten eigenlijk ten dienste staan van die runners en die shoppers. Maar kan je daar niet een leuke naam voor verzinnen? Want ik denk van je hebt daar runners en shoppers. Ja, het wordt al heel snel, office. Dus of hoofdkantoor. Nou, daar krijg ik helemaal jeuk van. Dus wij noemen dat MK15. En dat is voor Marwijk Kooistraat 15. Dus al onze locaties. KGB-achtig. Nee, ja. Kan je niet orchestrators noemen? Of, toch nog nee, te veel eer, denk ik. Ja? Uiteindelijk waar het om gaat is dat de shoppers hun werk goed kunnen doen. En dat de runners goed de tijd hebben om klanten te woord te staan, om vriendelijk te zijn. Ons concept hebben we eigenlijk gezegd, we willen helemaal dat die runner helemaal niets doet, behalve op het juiste adres aankomen, tasjes uit de kratten halen en op een vriendelijke manier de klant te woord staan. Planners. Ik weet het niet. Is de uitrol in de Duitse shopper is natuurlijk heel anders dan de Nederlandse shopper, lijkt mij. Of maakt dat online helemaal niks uit? We zijn allemaal gewoon mensen. Ja. En wat ons heeft verbaasd is in Duitsland is het niet echt heel gebruikelijk dat je bij mensen binnenkomt in huis. Nee. Maar daar werd gewoon de voordeur open gedaan en zet de boodschappen maar op het aanrecht. Dus dat was echt voor ons, dat was echt heel bijzonder. Ook voor de Duitsers zelf. Ja. En we zijn natuurlijk een Nederlands bedrijf die daar probeert iets neer te zetten. Een ander mooi voorbeeld vind ik zelf wel grappig. Ging een warehouse of een fulfillment center openen. En we hebben zo'n standaard lijstje, dus muziek erin en dit en dat is dus en zo. Ja, dat mocht allemaal niet. Oké. En binnen een half jaar stonden overal beatboxen. Oh. Nou, dat was natuurlijk, dat knalde alle kanten op. Dus toen hebben we gezegd, oké, al die beatbox weg, doen we toch weer centrale muziek. En mensen vinden dat fantastisch om in te werken. Ja. Dus we doen het echt heel anders. Ja. We zijn afgelopen vorig weekend met 250 man vanuit hele bedrijven wezen skiën. Als iets goed is voor de baan, is het dat wel. En dat gaat door het hele bedrijf heen.
Mooi. En nu kan het weer, omdat we toch alweer open gaan. Gelukkig. Als laatst, ik zie allerlei trends. We naderen het einde van ons gesprek. Je ziet allerlei ontwikkelingen door e-commerce. Je ziet ook, je kijkt maar in Amsterdam. Je ziet allemaal die flitscouriers, de Gorilla's en de Getir's. Dat zijn ook start-ups. Picnic is een scale-up. Tonies is een scale-up. Hoe kijken jullie ernaar? Van, je ziet dan al dat ontstaan. Maar is dat van blijvende aard? Is dat nuttig? Of hoe kijken jullie tegen dat soort ontwikkelingen aan? Nou ja, dat bepalen wij niet. Dat bepaalt de consument, denk ik, of het nuttig is. Ik denk zeker in grote steden gaat er één overblijven. Okay. En het geeft een ander perspectief op hoe snel je goederen geleverd kan krijgen. Ja. Toen wij begonnen was het al echt heel bijzonder dat je 's avonds om 10 uur ging bestellen en dat je dan de volgende dag geleverd kreeg. Krijg je het binnen een kwartier. Ja. Dus de hele mindset van en dat kwartier is overigens, moeten we wel heel eerlijk zijn, al een beetje aan het opschuiven richting het half uur. Maar neem niet weg dat er zeker in de grote steden daar markt voor is. Ja. Ja. Ja, ik vind het wel fascinerend dat jullie echt supervers brood creëren, net wat je hebt verteld. Misschien verser dan de andere supermarkten. Dus dat vind ik wel fascinerend, dat het ook in de bol.coms, ook in de verswereld mee is genomen. Frans, als laatste, van jij ziet ook al dat soort ontwikkelingen. Je hebt aan de ene kant de snelheid. Ik pleit ook wel voor vertraging, om heel eerlijk te zijn. Ja. Ik denk dat zeker als het gaat om bijvoorbeeld impact maken. Dan zijn we 15 jaar bezig. We krijgen regelmatig de vraag van, ben je al klaar? En ik zou het natuurlijk willen, maar er zijn, je hebt dan te maken met zo'n kolossaal en multi-headed problem, dat je ook realistisch moet zijn in de tijd die je daarvoor moet nemen als je het echt wil oplossen. En niet als je een pleister wil plakken of voor de bühne iets wil doen. Er zijn voorbeelden waarbij grote cacaobedrijven de afgelopen jaren, op het moment dat ze ergens kinderarbeid aantreffen in een community, dan is de oplossing, we kopen niet meer van die community. Ja. Want dan heb je geen kinderarbeid meer in je keten. Nee, dat klopt. Bij deforestation zien we hetzelfde. Er zijn bepaalde bedrijven die zeggen gewoon vanaf ongeveer 50, 75 kilometer vanaf de protected forests, kopen we helemaal niks. Ja. Dat is het probleem niet oplossen. En ik denk dat we daar, als we onszelf daar allemaal, en dat is dus zo moeilijk, in die hele keten de tijd voor gunnen, dan kunnen we dat natuurlijk wel. Dan kunnen we dat wel oplossen. En aan de ene kant zien we dus die enorme versnelling. Ja. En ik zou aan deze tafel willen pleiten dat er ook echt wat processen gewoon moeten vertragen. Omdat ik denk dat die ten goede komen aan oprechte verbeteringen van duurzaamheid, oprechte verbeteringen van sociale misstand. Ja. Mooi. Daar kan ik wel op aanhaken. Hè? Ja. Want uiteindelijk, hè, je maakte net de opmerking over de flitscouriers. Kijk, wij geloven heel erg in betrouwbaarheid van levering. Ja. Hè? En denken ook dat als je meer dan 95% binnen die 20 minuten bent, dat je daarmee een hele goede propositie neerzet. Ja. En natuurlijk is het zo dat als ik mijn paper mis, heb ik op dat moment een probleem. En kan ik kiezen of dat ik naar de supermarkt ga, of dat ik een flitscourier laat komen. Maar ik zie, maar dat kan aan mij liggen, ik zie niet dat je hele boodschappen via een flitscourier gaat bestellen. Nee. En ik vond wat Nico dus zei ook wel heel goed. Soms is een out of stock niet de oplossing om dan het sneller nog een keer te leveren, maar gewoon om een decent andere propositie te hebben die hetzelfde probleem oplost. Ja. En daar pleit ik voor. Ja. Nou ja, persoonlijk, ik vind het wel mooi te horen. En verbied ik mijn kinderen om een zak chips met een flitscourier te zeggen van, ja, dan ga je maar lekker lopen en dan ga je maar lekker naar de supermarkt. En aan de andere kant vind ik ook mooi, die contemplatie heb je nodig. Fairphone, die gaat naar die mijnen in donker Afrika, die verboden zijn door sommige high-tech companies. Die gaat juist daar naartoe om wel commitment af te geven en daar dan ter plaatse gewoon die verbetering waar te maken. Ja. En dat zie je nu werken. Nu zie je dat Philips ook met Fairphone centraal inkoopt bij die mijnen die eerst op de zwarte lijst zijn en die nu daar vanaf komen. Dus dat is een dat zijn de geweldige initiatieven. En je moet niet op al dat soort materialen de fight zoeken, want dan word je, dat is ingewikkeld. Ja. Maar ik denk dat Fairphone daar een geweldige rol speelt in een hele andere industrie waarin dat ook brood nodig is. Dus,
Ja, we zijn, de tijd is op. En ik vind het mooi om te horen. Dank jullie wel voor jullie komst. Deze interactie en deze gesprekken vind ik echt waardevol en goed. Ik vind dat wij in Supply in Nederland geweldig veel mooie dingen doen. Ik denk ook dat we meer moeten delen en met elkaar in gesprek moeten komen. Ik denk dat supply chain directeuren van retailers, groothandels, merkproducenten, die hebben eigenlijk voor het zeggen, die zijn aan zet om dit soort dingen waar te maken, om die sustainability waar te maken. Dus daarom dank u wel voor jullie bijdrage. Dank u wel. Ik ga het afsluiten. Ik wil de kijkers bedanken voor hun bijdrage.